Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolkenvelden boven Nederland en van het noordwesten uit worden de wolken eigenlijk langzaam maar zeker alleen maar dikker. Maar het gaat niet zo heel snel. Dat betekent dat we in het oosten de zon misschien nog eventjes gaan zien. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, uiteindelijk 7 tot 10 graden. Vanmiddag komt daar nog wel wat bij. De maximum temperatuur ligt tussen 9 en 11 graden. Ook vanmiddag in het oosten, misschien nog een beetje zon. Maar verder toch over het algemeen bewolkt weer. En later in de middag van het noordwesten uit toenemende kans op regen. En die neerslag breidt zich vanavond over de rest van het land uit. De wind begint dan, vooral in de kustgebieden, langzaam te draaien naar het noordwesten. Blijft matig van kracht. Dan gaan we naar morgen en morgen is een wisselende dag met in eerste instantie bewolking en van tijd tot tijd regen. Die regen trekt van noordwest naar zuidoost over het land en later klaart het af en toe op met een beetje zon in de middag. Het is vrij zacht, 10 tot 12 graden. Zaterdag starten we dan met regen in het zuiden van het land, die trekt langzaam naar Duitsland weg. Daarna op de meeste plaatsen toch al wel buien met wat zon erbij, en 9 tot 12 graden en een stevige wind langs de kust. Zondag en maandag weinig verandering, de temperatuur net onder de 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl